gaan we gewoon beginnen en daar is het eerste dat bord zijn. Niemand wakker. Wat een uitzicht op San Sebastian, mijn eerste dag van de Camino. Goedemorgen. Moet je eens even kijken. Zeg. Lekker dit. Zoveel zin in. Ik ga even een yogaatje klappen onder deze mooie hanging tree. Met deze opkomende zon. Are you hanging coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Ga vandaag gewoon beginnen en daar is het eerste rapport zijn. Yes! Ik begin wel een beetje tranquilo. Ik wil niet gelijk in de blaren lopen. Ik ga 15 kilometer lopen naar Oreo. Mijn tas die lijkt echt zo fucking licht. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar ik zit er helemaal lekker in. Als ik mijn broyer op heb, ga ik lekker vullen en opruimen. De wereld wat schoner achter me laten dan dat ik hem aantrof. Oh yo, moet je kijken wat een tiso hier allemaal ligt. Ja, het is toch mooi. Kijk dan, als ik dit aantref, zo teringzooi en ik loop weer weg en het is weer netjes en schoon en mensen kunnen hier weer lekker chillen. Heel vol. Ik ben nog geen 20 minuten onderweg. Vol. Ik liep net langs een vet plekje. Ik zag van die Tibetaanse vlaggetjes hangen, dus dat is altijd goed. Ik vind het fucking spannend. Ik ga er gewoon voor. Yes, water please. Okay, and a glass? So did you buy this property or? Yes. Occupy? Yes. Oh, really? We hebben gewoon een stukje land geoccupied hier. Ja, ze zijn er gewoon gaan wonen, een beetje gaan verbouwen. Yeah. What's the plan? Do you want to... Yes. Grow vegetables. We have a lot of plants. We hebben geholpen met David. 30 minuten. Zijn tent ophangen. Entonces, Olinda de Holandese. Ah, ja, ja, ja. Después, Holandese y Portugueses. Sí. Hasta Santiago. En Irena, we hebben geholpen met de terras bouwen, een beetje hakken zagen en klooien. Ze hebben me ook een plekje aangeboden om te slapen. Ik zat er nog wel een tentje over en een matrasje en een slaapzak. Dit is toch geweldig. Dit soort plekjes, daar kom ik voor. Dit soort verhalen. Lekker man. Het is mijn eerste dag man. Ik wil gewoon lopen. Ik ben hier. Ik heb wel iets cositas. Kijk, 2 euro loading. Moet je kijken hoe goed deze reden is. Ga je het gewoon opleggen? Een wonder. Los movimientos tuyo me inspira. Damn, het is niet de hele tijd zo, maar nu echt in 5 meter al 3 keer zo'n mondkatje. Hey, dit is een lekker boerderijtje, zeg. Hola. Podría hablar 2 minutos. Tranquilo. Tú y yo. Oma, er wordt een nieuwe dag door. Sola. Ik ben bijna aangekomen in San Martin, mijn albergue voor vanavond. 15 kilometer erop zitten. Het was echt belachelijk mooi. Zo genoten. Oh, echt zulke mooie stukken gezien en zulke leuke plekjes geweest. En kijk nou, hier is de zee. Ik ben de hele dag langs de oceaan gelopen. Echt een fantastisch stuk. Mijn doel was om elke dag 1 zo'n vuilniszak op te halen. Maar ik kon het niet laten om niet te bukken en niet die shit op te ruimen. Ik ga deze nu inleveren bij de albergue, kijken of zij er nog wat voor willen geven. Superleuke dag gehad, mede dankzij mijn sponsor van de dag.
tante Tineke van Typisch 10. Lieve vrouw, hart op de goede plek. Die steunt me in alles wat ik doe. Ze is altijd mega enthousiast. En natuurlijk iedereen die kilometers hebben gesponsord. Allemaal bedankt voor steuntjes in de rug. Ik heb meerdere malen aan jullie gedacht. En nu ga ik genieten van mijn welverdiende douche. Misschien wel een pintje nemen en een pincho. Pincho en pintje. Zie je morgen. Ciao, ciao, ciao. Deze motherfucking huge. Jezus Christus.